Welkom bij Superkids, de kinderkerk waar het elke week feest is. Jolien, wat ben jij aan het doen? Ik ben aan het tekenen. Aan het tekenen? Ja, dat zie ik wel. Maar wat ben jij aan het tekenen? Nou, ik ben de politie aan het tekenen en de brandweer en het leger en de regering. Maar waarom dan? Ik vind het er heel mooi uitzien hoor, maar waarom? Nou, dankjewel. Maar ik heb dus een nieuw woord geleerd. Een nieuw woord en dat is dus politie. Nee joh, dat is autoriteit. Oh. Autoriteit, dat is een moeilijk woord. Wat betekent dat? Zeker een moeilijk woord. Nou, wat het betekent is dat je dus naar deze mensen moet luisteren. Oh, maar dat is best wel cool. En vandaag hebben we het over Be Like Jesus en Jezus spreekt met autoriteit. Ja, welkom bij een nieuwe challenge. Ik ben blij dat jullie er deze week weer zijn, dat jullie het nog een keer aandurven. Hey, vraag je, wat hebben jullie als laatste gegeten? Lastige vraag. Nou, gisteravond pizza. Oh, ik volgens mij ook pizza. Oh, ja, lekker. En wat voor pizza? Nee, hoef je trouwens niet te zeggen. Dat gaan we zelf vanzelf zien, zo meteen. Wat? Op dit oranje briefje staat weer precies wat jullie moeten doen. En dit keer blijf ik er gezellig bij. Wat leuk, hè? Ja, wie wil hem lezen? Ik zal hem wel lezen. Okay. Nou, succes. Ja, ik ben wel benieuwd wat hieronder ligt. Ja, ik ook. Oprecht, oké. Hoi, vandaag weer een nieuwe challenge voor jullie. Onder de desk zien jullie twee mouthguards liggen. Die mogen jullie indoen. Ook vind je losse kaartjes. Probeer met je mouthguard in aan de ander te vertellen wat er op je kaartje staat. De ander moet raden wat erop staat. Je hebt 15 seconden. Dat klinkt simpel, maar ik wens jullie heel veel succes. Ja, er staat hier, dat klinkt simpel, maar ik vind het helemaal niet simpel klinken. Het is helemaal niet simpel. Hoe is maar, het? Maar, ja, mogen wij zelf... Ja, mogen we zelf? Ja. Oh, het zijn echt van die... Echt van die... Ik vind dit wat. Oké. Ja, dank je. Nou, prachtig. Moeten we hem al indoen? Zeker. Ja? Nu al? Ja. Even mijn lippen hoor, want dan... Oké. Oké, dit vind ik wat. Laat aan de mensen thuis zien welke pizza het was gisteren. Oké. Helemaal goed. Het ziet eruit alsof het heel moeilijk gaat worden, dus we doen 30 seconden, ja? Oké. Heel aardig. Jullie mogen... De eerste die gaat beginnen mag een... Ik ga even kruilen, jongens. Ja. Mag een briefje pakken. Kan ik zeggen? Is goed. Ik ga nu al neer. Oké. Terug naar 15 seconden dan. Oké. Helemaal goed. Mag ik mee? Ja, man. Oké. Sinasasasa? Sinasasa? Ja. Dij het kerst aan dijt. Zag je? Ja, ik ga zien naar haar. Sinasasa. Sinasasa? Hij heeft kerst aan dijt. Sinasasa? Oké. Zeg. Hij heeft kerst aan dijt. Ja, goed. Ja, Volgende. Oké. Ja, echt hoor. Nou, Ik heb een trouwe fiets. Ik heb? Ja. En? Blauw. Ja. Ja. Oké. Nou moet ik hem maar natuurlijk weer indoen. Oké. Een blauwe fiets. Ja. Jee. Goed. Volgende. Het slaat er helemaal nergens. Oké. Mijn hond heet Herman. Wat zeg je? Herman? Ja. Oké, is dit de laatste? Ja. Oké. De laatste.
Ja, kom. Ik schreef net. Net. Autoriteit. Autoriteit. Ja, hey. Nou, dit ging me echt verbazingwekkend. Ja, oh. Oké. Okay. Ja, zou ik het schaaltje maar even kijken? Oh. Ik ga hem zo. Ja, dan mijn lipstift op. Zelfs als er op mijn kin zit ook. Oh, heerlijk. Ja. Ja. Nou, super goed gedaan. Ik kan niet anders zeggen dan. Ja. Hey, ja, hier stond ik spreek met autoriteit. En dat was nu niet zo. Dat was nu niet echt het geval, inderdaad. Maar volgens mij hebben we nu wel een video waar dat wel over gaat. Ja. Jezus leefde in de tijd dat Israël onderdrukt werd door de Romeinen. Dat betekende dat de Romeinen de baas wilden zijn over Israël. De baas van het leger van de Romeinen, de officier, heeft veel slaven. Een van zijn slaven, die heel veel voor hem betekent, is ziek. Hij kan elk moment sterven. De officier houdt veel van zijn slaaf. De officier hoort over Jezus en dat hij mensen beter maakt. Hij krijgt hoop en stuurt Joodse mensen naar Jezus toe. Zij moeten vragen of Jezus wil komen om zijn slaaf weer helemaal beter te maken. De Joodse mensen gaan op pad en komen bij Jezus. Ze vragen hem of hij mee wil gaan en de man wil helpen. Jezus gaat met hen mee. Maar als ze bijna bij het huis van de officier zijn, stuurt de officier een paar vrienden naar hem toe. De vrienden zeggen namens de officier: "Ik ben het niet waard dat u mijn huis binnenkomt. Daarom kwam ik ook niet zelf naar u toe. Ik weet dat u alleen maar hoeft te spreken en mijn slaaf weer zal genezen. Zo werkt het ook met mijn commandant. Ik moet doen wat hij zegt en mijn soldaten moeten doen wat ik zeg." De officier gelooft dus dat alles wat Jezus zegt zal gebeuren. Hij hoeft alleen maar te spreken. Wanneer Jezus het geloof van deze officier hoort, zegt hij: "Zo'n groot geloof heb ik in heel Israël niet gezien." De vrienden van de officier gaan weer terug naar het huis. En als ze binnenkomen, is de slaaf helemaal genezen. Jezus heeft gesproken en de man is helemaal beter. Hey, super tof die video. Daar ging het ook echt over autoriteit. En wij hadden net die super challenge waar we die dingen in onze mond hadden. En toen had ik die laatste zin: ik spreek met autoriteit. En dat zagen we dus ook in het verhaal best wel terug. Hey, maar Jolien, wat betekent dat? Wat bedoelen we eigenlijk met dat Jezus met autoriteit spreekt? Nou, in het filmpje zagen we dat Jezus de ziekte aansprak en dat de ziekte wegging. En dat betekent dus dat de ziekte luisterde naar Jezus. En dus autoriteit betekent dat je moet luisteren. Dat is best wel cool. Dus eigenlijk, zoals jij had die rol liggen, dat betekent dus ook, zoals je had de politie erop staan. Stel de politie zegt tegen jou: halt. Dan moet je luisteren. Is dat een autoriteit? Ja, dat is precies wat autoriteit betekent. Oh, dat is best wel cool. En nou, we hebben het over be like Jesus. En dat is eigenlijk wees als Jezus. En als we het dan hebben over Jezus spreekt met autoriteit, kunnen wij dan ook met autoriteit spreken? Zeker. Iedereen die kan met autoriteit spreken. Als jij Jezus in je hebt en de Heilige Geest die zit in jou, dan kun je met autoriteit spreken. Dat is best wel cool. Met autoriteit spreken. Dat klinkt echt best wel cool. Maar dus stel, ik ontmoet iemand of ik weet iemand die ziek is. Daar kan ik dan voor gaan bidden. Zeg ik dan: Heer, wilt u alsjeblieft deze persoon beter maken? Ja, dat kan wel, maar dat is niet echt met autoriteit spreken. Als je met autoriteit wil spreken, dan kun je zeggen van: Heer, de ziekte is weg en we geloven dat die persoon genezen is. Oh, dat is echt cool. En dus echt gewoon staan in wat Jezus je heeft verteld. En Jezus is eigenlijk ons voorbeeld daarin, hè? Want hij doet dat ook in de Bijbel. En met hem kunnen wij staan in autoriteit.